En ook de jonge generatie mensen van kunst en cultuur schuiven hier aan tafel. Zoals Vincent Corianus. Jij zit op de School van Journalistiek in Zwolle. Ja. Maar jij bent ook muzikant. Jij wil singer-songwriter worden. Ja. Ja. Ja, sterker nog, jij hebt al een nummer uitgebracht, Lorraine. Lorraine, ja. Gaan we zo horen. Klopt, ja. Dat is niet mijn enige liedje, hoor. Nee, ik heb zitten kijken. Je hebt een heleboel nummers. Ja, klopt. Ja. Ja. En op jouw site zag ik ook dat je 18 mei hebt opgetreden in Zwolle. Ja. Ik dacht, wauw, dat was fijn. Weer heel even op de bühne. Ja, dat was zo lekker om dit te doen. Ja, was het lekker? Ja, ja, in een zorgcentrum in Zwolle was dat. De Havenzaad heet het. En voor alle zorgmedewerkers daar gespeeld. En natuurlijk alle bewoners die je daar hebt. En het was zo fijn om daar midden in zo'n hofje. Buiten heb ik daar gestaan. En ja, was kicken, joh. Ja, was kicken? Ja, was echt kicken. Ja. Ja. Wie is je held? Wie was vroeger je grote voorbeeld? Frank Boeien. Ah! Ja. Frank Boeien is mijn grote held. Ja. Door hem ben ik als kind gaan schrijven. En hij heeft ook ooit een keer een gedicht van mij voorgedragen. Voor jou? Nee, een gedicht van mij, zeg maar. Mijn allereerste boek had ik aan hem gegeven. Dat was voor mij was dan De Cirkel Rond, weet je wel. En die avond droeg hij in de Stadsgehoorzaalverkampen een gedicht van mij voor. Nou, dus, wat geweldig. Ja, dat was heel bijzonder. Ja. Ja. Weet je nog een belangrijke zin uit dat gedicht? Wonder, daar loopt een wonder. Zo mooi. Ze schittert mee in de menigte. Een ster die net boven de grond zweeft. Ze zal nooit vallen. Ik mag geen wens doen. Mooi. Dank je. Heel mooi. Nou ben je ook heel erg druk geweest. Ja. Eigenlijk een beetje te druk, was tussen de regels door duidelijk. Ik dacht, volgens mij kwam die corona weliswaar, was het natuurlijk confronterend. Maar eigenlijk ook best wel even goed voor jou, pas op de plaats. Ja. Ik had op dat moment eigenlijk, ik moest rust nemen. Dat werd mij gezegd, dat ik rust moest nemen. Maar mijn tour was al geboekt, zeg maar. Dus ik had niet zoveel keuze. Ik dacht, ik ga gewoon optreden. Want het waren niet heel veel optredens. En toen kwam corona en toen had ik geen keuze meer. Dus toen moest ik mijn tour wel staken en thuis gaan zitten. Een blessing in disguise, een beetje. Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant, ik blijf een beetje dwars. Ik mis het optreden wel ontzettend. Ik heb eentje van mijn tour mogen doen. En dat was in de Bibliotheek van Sleen in Drenthe. En ik ben toch blij dat ik er wel eentje heb kunnen doen. Want dat was wel een hele fijne avond. Zal ik jou eens wat vertellen? Je gaat hier optreden. Ik ga hier optreden, ja. Wordt een beetje goed gemaakt. Ja. We gaan nou naar jou luisteren. Lorraine. Is het iemand die je kent, Lorraine? Nee. Oké. Mooie naam. Lorraine. Ik zeg er helemaal niks over. Vincent Corianus. We zeggen er niks over, zegt hij nog eventjes in een bijzin. Lorraine, je weet, de verhalen vertellen liefde. Sprookjes van vroeger, voor nu en later. Daar zijn wij, gaan wij verder of blijven wij vreemden? Of blijven wij vreemden? Lorraine, vertel me je geheimen. Dan vertel ik jou de mijne. Vertrouwen samen bouwen onze stad van liefde. Lorraine, wil jij daar met mij wonen? Wil jij daar met mij wonen? Lorraine, je weet, er zijn zoveel dwazen. Bedrogen om het lot te verzieken. Ik geloof niet dat er een God is, maar ik geloof wel in liefde. Ik geloof wel in liefde. Lorraine, vertel me je geheimen. Dan vertel ik jou de mijne. Vertrouwen samen bouwen onze stad
van liefde. Lorraine, wil jij daar met mij wonen? Wil jij daar met mij wonen? Lorraine, vertel me je geheimen. Dan vertel ik jou de mijne. Vertrouwen samen bouwen onze stad van liefde. Lorraine, wil jij daar met mij wonen? Lorraine, wil jij daar met mij wonen? Dankjewel. Dankjewel. Vincent, wil je nog eventjes komen tekenen? Vincent, kom je nog heel even tekenen op het grote bord? Vol mensen die hier geweest zijn de afgelopen dagen. In deze marathon-uitzending online. Wie Lorraine is, ben ik toch wel een beetje benieuwd naar. Maar goed, ik geloof niet dat je het gaat vertellen. Wie weet, zie ik je straks nog. Hoor ik het nog. Dankjewel, hè. En succes met je carrière en de rust ook.